Mijn ouders rijden, hebben paard gereden en eigenlijk heel de familie een beetje. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Er waren ook altijd paarden aanwezig thuis. Ik had dat paard nog maar net. Een paar maanden waren we daarmee bezig. En ja, toen hadden we een communicatieprobleem waardoor dat ik er ben afgevallen. En toen had ik een ruggenwervel gebroken. Dan heb ik een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. En dan een paar maanden in een ziekenhuisbed gelegen hier. Thuis en dan terug moeten leren zitten, leren staan, leren stappen met zo'n harnas aan. Maar dan toch terug beslist om terug te gaan paardrijden. Alleen hebben we die jonge paarden dan wel achterwege gelaten. En ben ik nu gegaan voor een paard dat al iets meer leeftijd had, dus iets stabieler was. Ik kan heel veel leren. Mijn paard kent ook heel veel oefeningen waarmee ik nu eigenlijk van hem kan leren. Waardoor we heel veel stappen vooruit maken. Dat is echt een supergevoel. Eigenlijk vind ik het nog leuker dan met die jonge paarden, omdat je veel meer variatie hebt in oefeningen. Je kunt op wedstrijd meer laten zien en ja, ik vind het heel fijn. Ja, en weten.